Het is weer een nieuwe dag in de survival en ik werk deze dagen samen met de bro-speler. Ja, zo is het. Ja, we werken een keer wel anders. Ja, ja, ik had nooit verwacht dat ik dat ooit zou zeggen aan het begin van een video, maar bro-speler en ik werken samen. En als je niet begrijpt waarom, dan moet je even mijn vorige video kijken. In ieder geval, Giel die zit vast in Herobrine zijn wereld. Als je dat ook niet begrijpt, dan moet je echt de vorige video's kijken. En bro-speler en ik willen daar, ja, we moeten gewoon Giel gaan bevrijden, toch? Ja, precies. Hij zit vast en hij kwam niet door het portaal met jou. Nee. Want we hebben eerder naar het portaal gekeken en toen was het portaal kapot. Dus we moeten een manier zien te vinden om of Giel te helpen weer te repareren of zelf te repareren. Ja, we kunnen misschien nog een nether portaal maken en op die manier misschien weer in die ruimte komen. Maar op dit moment, laten we trouwens even kijken. Want in de vorige video hebben we trouwens een bericht achtergelaten voor Giel via Science. Kijk of die gereageerd heeft. Oh ja, dat klopt. Kijk, even kijken. Als we hier naar beneden gaan, hebben we namelijk Science neergezet. En daar staat nog precies de twee Science die ik heb neergezet. Misschien heeft Giel het nog niet gezien. Laten we dat hopen, ja. Ja, want Herobrine's wereld is dus eigenlijk een precieze kopie van de echte wereld. En maar dan net iets anders. Ja, dan heel duivels. Ja, als je het wil zien hoe het eruit ziet, moet je naar Giel zijn kanaal toe gaan. In ieder geval, alles wat ik hier plaats, dus als ik bijvoorbeeld nu hier een sign plaats, dan zou Giel dat ook moeten zien. En ik dacht, op deze manier kunnen we communiceren, Giel en ik. Maar hij heeft het waarschijnlijk nog niet gezien, dus ik hou dit gewoon, ik laat het gewoon even staan. Misschien ziet hij het wel ooit. Maar dan laat je wel denken, waar is Giel dan? Ja, ik heb echt geen idee. Ik vind wel eigenlijk, want zeg maar, Herobrine zat in jou vast. En dat betekent dat Herobrine alles weet wat jij wist, zeg maar. Ja. En dat betekent dus ook dat Herobrine weet dat hier een geheime bunker zit en allemaal dat soort dingen. Dus ik voel me hier niet zo veilig. En ik had als plan vandaag om samen te gaan verhuizen. Oh, dat is een goed punt. Ja, dat lijkt me inderdaad wel slim. Dat we een nieuwe locatie hebben waar hij ons inderdaad niet kan vinden. Want nou dat hij weg is uit mij, zou hij als het goed is niet meer moeten weten wat we allemaal doen. Ja, en ik weet nog niet of we hier nog even wat zeldzame spullen hebben. Ik zal even snel kijken. Ik zie hier namelijk nog wat dingen. Ik leg dit even allemaal weg. Zo, even kijken. Als je alle zeldzame spullen even kan meenemen. Ik heb hier heel veel vlees, zie ik ook. Dat is ook altijd wel handig. Oké. Ja, ik neem al een hoop mee, een hoop diamonds. Zal ik alles meenemen? Of moeten we misschien iets achterlaten voor Giel misschien? Nou, weet je, als Giel reageert op die signs, kunnen we nog altijd wat ver in de chest leggen, toch? Maar dan moeten we wel onthouden om hier een paar keer terug te komen om naar die signs te kijken. Ja, iets achterlaten. Dat is zeker een goed plan. Ondertussen, neem maar gewoon alles mee voordat het straks weg is. Alles wat je mee kan nemen in principe. Ik neem dit nog even allemaal mee. Even kijken. Heb je ook al een netherite blocks? Heb jij die toevallig? Nee, ik heb geen netherite blocks gevonden. Oh, ik heb er hier één. Oh, wacht. Nee, wow. Ik ben helemaal... Oh, heb je er wel één? Okay, ja, er zat er hier één, maar die, inderdaad, de geheime chest hier. Ja, de geheime chest. Ik ben die helemaal vergeten. We hebben natuurlijk ook een chest hier. Als het goed is, zit hier. En hier moeten we wel echt alles van meenemen. Oké, dan dat vlees kan me echt verrotten even, want dit is veel belangrijker. Oké, dat is alle netherite. Oké, die sticks doen we ook even weg. TNT kan ook handig zijn. Deze netherite nog mee. Even kijken. Een golden shuffle. Dat boeit niet zoveel. Ja. Ik denk dat dit wel, zeg maar, een goede verdediging is. De water is ook echt niet boeiend. Oké. Ik denk dat dit wel een goede is. Trouwens, die boeken leg ik ook gewoon hierin. Dan kan ik echt alles meenemen. Ja. Dit is helemaal top. Dan hebben we alles wat een beetje zeldzaam is. We mogen nu ook niet doodgaan, pro-speler. Anders zijn we alles kwijt. Ja, nee, dat snap ik, ja. Ik heb ook echt mijn hele inventory zit wat vol. Jij hebt trouwens, dus... Heb je nog maar een diamond zwart? Of heb je ook al een netherite zwart? Ik heb een netherite zwart, maar ik had die meegenomen voor het geval dat. Armor kan ik toch ook fixen via dit ding hierboven, of niet? Een anvil? Of kan dat alleen met een anvil? Kan dat niet hiermee ook? Kan ik dan niet gewoon dit doen? Nee, dit is om te upgraden. Je moet een anvil hebben om te repareren. Ik kan wel even heel veel netherite zwaartjes maken en allemaal dat soort dingen. Dat doe ik alvast, oké? Trouwens, dit ding dan geef ik hier, dan gooi ik deze ook allemaal naar je. Ja, dan nemen we dit ding gewoon mee. Dat is veel handiger. Oh, dat is nog makkelijker. Oké, of ja, ik heb hem, dus. Oh, jij hebt hem al. Oké, helemaal top. Hebben we hier nog een anvil ergens? Waar had ik ook nog een anvil ergens staan? Of is die kapot gegaan? Ik herinner me zo slecht. Ik heb hier ook nog een blok of emerald. Maar ja, dat maakt ook niet zo uit. We moeten wel echt alles meenemen. Even kijken. Nee, hier in ieder geval niet. Is hier dan een chest waar het toevallig in zit? Het is zoveel spullen wat we hierin hebben. Jeetje, meneetje. Dit is echt... Oh, we hebben hier wel nog een enchantment table. Die kan ik wel meenemen. Oh ja, die moet je inderdaad meenemen. Moet je dan ook boekenkasten hebben? Ja, ja. Ik weet niet of jij nog wel iets onnuttigs erin hebt. Anders laat ik die potions gewoon niet meenemen. Ik heb nog één plekje over. Dan heb ik hier nog 10 boeken. Of je moet even denken van, ik vind iets anders zeldzamer. En de rest moeten we zelf maar gaan fixen. Want een anvil heb ik niet en meer kan ik ook niet meenemen. Trouwens, oh my god, ik vergeet iemand heel belangrijk. En dat is Ori. Je hebt trouwens wel je dingen uitgedaan. Je armor. Oh ja, nou die kan ik weer aan. Oh, dan kan ik weer wat extra's meenemen. Hebben we nog iets van een... Er moet hier ergens ook een riem zitten voor Ollie. Dan kan ik Ollie meenemen. Ik zag die net ergens. Want Ollie
Jordi moet natuurlijk ook gewoon mee naar het nieuwe huisje. Je had hem net al gezien. Zit hij dan beneden of boven? Hij zit boven, geloof ik. Oké. Ik vind dat zo'n ding die je echt zo over het oog ziet. Ja, hier, ik heb hem. Oh, top. Nou, als je me die even kan geven, dan zou helemaal top zijn. Kijk eens. Ah, en dan gaan de pro en ik samenwerken. En voor mij klinkt dat heel gek. Dus Olly, jij gaat mee naar onze nieuwe geheime bunker van de pro en ik. Ja, sorry pro, voor jou klinkt het misschien heel normaal. Maar voor mij is het een beetje gek. Ja, nou, alles wat je mij verteld hebt dat ik heb gedaan, dan snap ik inderdaad dat het voor jou een beetje gek voelt. Als jij het straks weer kan sluiten. Oh, die ring wil ik wel hebben. Oh mijn god, ik... Nou, geef mij maar die... Ja, ja, zo. Top. Oké, als jij hem weer dicht kan doen, dan neem ik Olly mee. En dan gaan we op avontuur, als het ware. We hebben helemaal geen bouwblok trouwens, maar dat hoeft ook niet, want we gaan ondergronds. Ik heb er een paar meegenomen. Oké, dus... nou ja, we gaan toch ondergronds. Oké. Even kijken. Ja, we kunnen net zo goed dit hier slopen. De ding is weg. De riem is weg. Waarom is de riem nou weer weg? Hoe kan dit nou weer? Heb ik die hier beneden? Ik denk omdat hij vast komt, dus zit hier onder. Ja, ik heb hem alweer. Oh, en dan gaat hij hier mee naar boven. Oké, nou ja, die hond teleporteert op een gegeven moment wel naar me toe. Even kijken, we maken dit en we slopen het hier gewoon. Kijk eens aan. En dan doen we dit ook even zo. Dan kunnen we even zo springen. Hoppakee, dat is even een stukje makkelijker. En dan kan jij het ook fixen. En Olly, blijf daar, teleporteer straks maar naar me toe. Oké, laten we gewoon rechtdoor gaan, pro-speler. Ja. En dan neem ik nu Olly aan de riem. Hoppakee. En dan gaan we even een mooi plekje zoeken. Want ik dacht, het mooiste is voor ons geheime bunker om hem een beetje in de berg te doen. Oeh, ja, dat zullen mensen ook niet snel doorhebben dan. Nee, precies. Dan is het een beetje, zeg maar, ja, extra geheimzinnig. Ondergronds is nog best wel vaak gebeurd dat. Maar hier bijvoorbeeld zo in een berg, dat zou best wel een goede keuze kunnen zijn. Ik vind alleen dit iets te dichtbij. De vraag is natuurlijk of Herobrine ook manieren heeft om het alsnog te vinden, hoe geheimzinnig we ook doen. Was dit net ook al, of ben ik nou echt paranoia aan het worden? Nee, dit was het toch helemaal niet? Nee, dat was er helemaal niet. Is dit... Oh, Giel, we moeten echt snel Giel redden. En er zijn hier allemaal explosies. Ja, we moeten extra snel Giel redden. Het begint ook nog te regenen. Dat is een teken van... Het zit ook allemaal gewoon niet mee, hè? Van Giel waarschijnlijk. Nee, precies. Nou ja, met ons is het prima. Wij zitten tussen de bloemetjes. We hebben geen last van Herobrine. Maar ik denk dat Giel het wel echt heel zwaar heeft. Ja, we moeten hem echt zo snel mogelijk terughalen. Oké. Als het goed is, is hier jouw oude huis, pro-speler? Ja, kijk inderdaad. Eens aan. En even kijken, welke kant zeg jij op? Wat is de beste kant? Waar zullen we heen gaan? Ik zeg, we gaan hier een beetje naar links en dan nog steeds rechtdoor. Oké. En dan nog steeds rechtdoor. En ja, we moeten zie je die groene bomen daar, dat we een beetje die kant op gaan. Ja, ik hoop dat daar iets van een berg is. Dat is voornamelijk wat ik zoek. Oh, en de riem is weer kapot gegaan, maar Olly die luistert zo goed, die volgt mij wel. Dus dat is helemaal top. Oké. Na die groene bergen, ja, dan zitten we ook helemaal in een nieuwe biome. Dat is ook wel nice. Ja, precies. Een keer iets anders. Een keer iets anders en het valt minder op natuurlijk. Want des te verder wij gaan, des te onwaarschijnlijker is dat wij daar zitten. Want ja, de Herobrine gaat niet verwachten dat wij opeens random in een berg wonen met z'n tweeën. Nee, dat denk ik ook niet. Zeker niet nadat hij weet hoe grote ruzie we hebben. Want waarschijnlijk denkt hij dat nog. Dus die denkt, die gaan nooit samenwerken. Maar Herobrine, we werken wel samen en we gaan Giel bevrijden. Ja, hij moet maar oppassen, want nou heeft hij niet twee vijanden, maar drie. Ja, precies. Let's go. En de enige manier hoe wij Herobrine konden verslaan is samenwerken. En we doen het. We hebben ook geen andere keus. Oké. Ja, niet precies, nee. Pro-speler, ik volg jou gewoon totdat jij zegt dat je een goed plekje hebt. En ja, hier zijn inderdaad al iets meer bergen als je hier links kijkt. Oh my god. Dus... Pro-speler, dit doet me... Oh, wat is dat? Zie je dat in de lucht daar, trouwens? Wat is dat? Die bomen daar in de lucht. Nee, kijk rechts! Wat?! Pro-speler, ik wilde net zeggen, hier is het allemaal begonnen, de survival-serie bij ons. Maar dit stond er nog niet. Hè? Wat is dit dan? Weet je wat het is, pro-speler? Jij en ik hebben elkaar hier in dit bos hier, voor elkaar voor het eerst ontmoet, hè? Waar? Ja, echt waar. Hier heb ik jou voor het eerst gezien. En toen hebben wij samen die bomen daar, die daar zwevende blokken daar, die hebben wij samen gesloopt. Dat was dus we hebben eerder samen gewerkt? Ja, en toen kregen we ruzie omdat je blijkbaar duivels was. Maar dat kwam dus door Herobrine. Oh. Ja, maar wacht even hoor. Ja, ik vind dit even heel erg gek. Wat staat hier? Staat wat ook een rare blokken die zijn gebruikt. Ja, het ziet er nou niet echt heel erg blij uit of zo. Oké, ik zie er ook allemaal spinnenwebben. Spinnenwebben, ja. Is het verlaten of zo? Volgens mij hoort dit de voorkant te zijn. Oké, Olly, blijf jij maar hier lekker onder de boom zitten. Wil je naar binnen toe gaan? Kijken? Het ziet er... Ja, weet je, jij bent de pro-speler. Ik ben Mick natuurlijk, ook super pro. We hebben allebei netherite armor en een netherite zwaard, dus ja, we kunnen wel... We kunnen alles aan. Ja, precies. En anders kunnen we heel hard rennen. Oh my god. Oké. Er zweven daar van die dingen links en rechts. Ja, daar moet je vanaf blijven. Ja, daar moet je niet op slaan, want anders komt er een enorme explosie. Drone hier.
troon. Ja, precies. Het lijkt op een troon. Ik dacht eerst een open haard of zo. Maar open haard hoor je natuurlijk vuur in. Ja, dat komt door die bricks, denk ik. Door die bakstenen. Het ziet er heel raar uit. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar zou Giel dit hebben gebouwd of zo? Heb je hem vaker zo zien bouwen? Nou ja, niet zo eigenlijk. Maar ja, wie moet het anders hebben? Ja, Herobrine. Maar Herobrine bouwt of. Ja, ik weet het ook niet. Nee, waarom heb ik dit nog? Het ziet er ook niet uit als een Herobrine huis met diorite en bakstenen. Het ziet er veel te blij uit voor een Herobrine. Je zou zeggen dat die duister zou doen. Ja, het zijn wel zwarte bedden. Dat is best wel duister. Ja, wie weet. Er zijn spinnenwebben. En is er iemand anders op de server? Ik heb echt geen flauw idee. Maar ja, boekenkasten vind ik dan weer wat minder duister of zo. Ik weet het echt niet. Het is allemaal niet bepaald super eng of zo. Het ziet er gewoon zo raar uit. Ik heb nog nooit zo'n combinatie van blokken gezien. Ja, het is gewoon letterlijk een zwart-wit huis. Dat is gewoon precies wat het is. Maar ja, deze witte blokken hier zijn ook een beetje lelijk eigenlijk als het ware. Het is ook niet echt... het is niet heel mooi, nee. En dan ook, maar ook deze zwevende dingen hier. Wat doen die hier? Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het oprecht niet. Mijn enige theorie zou kunnen zijn dat dit iets met de wereld van Herobrine te maken heeft. Want alles wat in de wereld van Herobrine gebeurt volgens mij ook hier. En dit was er eerst niet. In ieder geval niet dat ik weet. Misschien heb ik dit al die tijd over het hoofd gezien. Ik weet het ook niet. Misschien is het slim om onze bunker hier iets of wat in de buurt te doen. Dat we toch een beetje een oogje in het zeil kunnen houden. Ja, dat is wel een heel slim idee. En toevallig heb je hier ook bergen achter. Ja, dus precies. Dus we kunnen letterlijk daar ergens gaan beginnen hier. Ja, mag de Oli wel meenemen, hè? Oli, ja. Oh ja, shit. Oh, dankjewel, pro-speler. Oké, nu vertrouw ik je echt helemaal. Want dat zou je eerst nooit zeggen. Oké, Oli, kom maar weer lekker mee. Ik zag hier namelijk echt een perfecte plek. Gewoon letterlijk rechts ervan. En het is een soort... Ja, hier heb je gelijk... Oh, wat? Is dit in Minecraft gemaakt of heeft iemand anders dit gedaan? Ik denk dat dit gewoon van Minecraft is. Ja. Maar zo dicht willen we ook denk ik niet erop zitten, denk ik, toch? Oké. Laten we een klein stukje verder willen lopen. Oh, ik val in het water. Oh, nee. Oké, hier hoppakee. Kijk eens aan. Ja, ik denk ook wel dat we iets verder moeten gaan. Heb ik ook een schep bij? Ja, ik heb zeker een schep bij. Let's go. Oké. Ik heb alles bij. Ik volg jou, pro-speler. Loop maar lekker door. Oké. Waar gaan we dan? Ja, dit is ook wel een goede plek. Oh, kijk hier dan. Hier is ook een hele grote grot. Oh, jeetje. Het is wel iets te groot, denk ik. Ja, we kunnen wel in de grot bouwen. In de muur dat daar. Dat kan bij, ook, zeg maar, waar... Of hier. Hier zo. Hier, waar ben je nu? Even kijken. Ik ben naar boven toe. Dat we hier zo in de muur een beetje iets maken. Ja, nou ja, laten we gewoon gaan beginnen. Laten we het dan hier doen. Ik vind het een goed idee. Dan kunnen we het ook met dirt, zeg maar, weer afschermen. Oké, dan begin ik hier gewoon met graven, denk ik maar, toch? Nou, ik ga eerst even een schep maken, want die heb ik helemaal niet eens. Nou ja, we hebben geen schep meer nodig, want... Ik heb het al hier weggegraven. Oh, oké. Dus ik heb dus niet echt nodig. Nou, laten we hier gewoon een groot gat in maken. En dan kunnen we dit... Kijk, als Olly dadelijk even naar binnen komt. Ik heb helaas zijn riem niet meer. Maar hij zal dadelijk wel naar binnen lopen. Dan kunnen we het gewoon gelijk dichten. En als jij... kan jij misschien iets van toortjes maken of zo? En iets van chesten regelen? Of zal ik dat even doen? Ik doe dat probleem wel. Probleem is, ik heb allemaal geen kool en zo. Het is toch wel... Als je eenmaal bezig bent, dan merk ik toch wel dat je een heleboel vergeet. Zo snel om mee te nemen. Ik regel even wat. Ik heb hier... namelijk al gelijk wat hout. Daar kan ik wat chesten mee maken. En een crafting. Oh jee! Kijk, kom hier dan kijken. Wacht wel even. Ik heb bijna deze boom weg. Wat is er? We zitten gewoon helemaal naast lava te graven. Hè? Wat? Oh nee. Maar dit valt nog te fixen, toch? Ja. Je kunt er wel wat mee. Dan gaan we gewoon eentje lager. En dan gaan we gewoon. Dan nemen we dat stukje gewoon lekker mee. Ja, dat is alleen maar minder minen voor ons. Ja, precies. Dan zetten we gewoon een trappetje neer dadelijk. Oké, kijk eens aan. Olly, die komt straks wel gewoon naar binnen, denk ik. Even kijken. Dan doe ik zo dit. Boom. Kijk eens, dan nemen we dit gewoon lekker mee. En dan maken we hier even een crafting table van. Kijk eens, zo, hopsakee. En dan doen we die crafting table even in de lucht plaatsen. En dan maak ik daar even wat geweldige chesten van. Want ik word helemaal gek, mijn hele inventory is het vol. Oké, kijk eens aan, maken we hier die chest. Oh, dat kan natuurlijk nu niet. Hoppakee, nu weer wel. En dan plaats ik hier even al mijn spullen in, zodat ik hier even geen last meer van heb. Oké, pro, hier kan je je spullen in plaatsen nu. Ja, nou, ik denk dat we maar eens gaan beginnen om... We moeten het wel zo houden dat het inderdaad gewoon niet opvalt. Dus van de buitenkant moet het gewoon een berg lijken. Ja, precies. Nou ja, in ieder geval als Olly even mee naar binnen komt. Kom op, Olly. Hup. Oh, Olly die wil niet naar binnen. Oké, nou ja, ik laat hem nog wel even buiten. Ik denk dat het heel simpel is, want we hebben letterlijk 2 dirt weggehakt. Hé, en we hebben hier trouwens cool. Let's go. Hebben we ook gelijk toortjes. Ja, dan kunnen we ook gelijk toortjes bouwen. Hoppakee. Het hoeft ook niet super mooi te worden, dit. Het moet vooral gewoon heel erg handig praktisch worden. Praktisch zijn. Ja, je bent natuurlijk wel met de pro-speler, dus ik verwacht wel dat het wel een beetje mooi wordt natuurlijk. Ja, dat komt
wel goed. Ja, ja. Oké, okay, kijk eens aan. We doen dit gewoon dicht. Kijk, dit is op zich helpt het al heel erg. We hebben bijna geen torches nodig door die lava. Maar ik maak er wel even een paar. Hoppakee. Zo, hebben we 16 torches. Kijk, en dan plaats ik er alvast hier F2 of zo. Even kijken. Wat gaan we doen met deze lava? Houden we dit of kunnen we hier iets mee doen? Ik gebruik de lava wel heel even. Oké, okay, wat gaan we ermee maken dan? Wat ik ga doen is ik ga hier wat lava plaatsen. Ja. Oh, wat ga je... Kunnen we daar onze spullen in gooien als we dingen niet meer nodig hebben bijvoorbeeld? Ah, een soort prullenbak wordt dit. Ja, een soort prullenbak inderdaad. Oké, okay, nice. Oké, okay, Olly, jij gaat maar lekker zitten hier. Ik denk dat dit wel aardig nice wordt hoor, pro-speler. Ja, dit gaat wel goed worden. Ja, toch? Ja, we hebben nu letterlijk... Ik denk dat je het gewoon niet meer ziet. Zeg maar, hoe moet Herobrine dit ooit vinden? Of hij moet een of andere X-ray hebben of iets in die richting. Maar anders kan hij dit toch nooit vinden? Nee, dat lijkt me inderdaad ook niet. En we zitten super dichtbij een of ander mysterieus huis. Dus we kunnen ook elke dag even checken of daar wat gebeurd is. Misschien komen we iemand tegen die ons kan helpen. Misschien is er iemand die nog sterker is dan Herobrine op deze server. Het zou wel onze redding kunnen zijn, zeg maar. Laten we hopen dat iemand is die goed is. En niet een slechterik of Herobrine zelf. Ja, ik ben wel echt een beetje bang dat het Herobrine zelf is. Zeker met dat zwarte bed. Dat is wel een beetje zijn kleur, volgens mij. Dat was een beetje wat het voor mij deed, zeg maar. Nou, laten we het hopen. Dat het hem niet is, natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen. Wat zeg jij nou weer? Ben je weer bezeten of zo? Nee. Oké. Nou ja, helemaal top. Wil je dit lava nog houden? Of wil je er obsidian van maken? Dat kan natuurlijk... Nee, dit kunnen we wel weghalen, denk ik. Oh, speler! Als jij nou even een bucket met water vult, dan kunnen we obsidian maken. Dan kunnen we misschien al een nether portaal creëren. Nou, kijk eens. Ik heb helemaal vooruit gedacht. Als jij gewoon eens even hier blijft. Oh, ik heb gewoon al 15 obsidian mee. Oh, maar we kunnen hier alsnog meer obsidian van maken. Ja, we kunnen meer. We hebben niet per se meer nodig. Het maakt niet echt uit. Nee, oké. Okay. Nou ja, geef mij eens een bucket. Ik vind het wel handig. Ja, hier. Dankjewel. Het is letterlijk maar één bucket en het is zo gefixt, want volgens mij zitten we best wel dicht bij het water. We kwamen net tenminste uit het water. Zo. Oh, dit is ook wel heel erg diep. Pro-speler, als jij even op Olly past, als dat kan. Ja, dat is goed. Oké, dan ga ik je even rechtdoor als ik nog een beetje weet waar het water is. Volgens mij zie ik daar in de verte water. Ja, let's go. Oké, jongens. Deze geheime bunker is denk ik wel echt een slim plannetje. Dat huis, dat vind ik ook weer zo random. Hoe komen we dat nou opeens tegen? Kijk, het is echt een mega groot huis. Maar we zitten lekker dichtbij op dit moment. En we zitten op een best wel geheime plek waar Herobrine ons volgens mij niet kan zien. En waar we wel Giel mee kunnen helpen. En dit is al een goede eerste stap. En Pro-speler is alweer lekker bezig. Jij bent even wat hout aan het fixen, zie ik. Ja, ik ga de vloer een beetje aanpassen. Het moet wel een beetje knus zijn, hè? Ja, dat is natuurlijk waar. Het is natuurlijk een geheime bunker, maar het is ook niet fijn als we daar oncomfortabel moeten zitten. Kijk eens aan. Ik heb hier nu wel even heel veel weggehakt. Ik hoop niet dat hier nog meer lava onder zit. Dat kan natuurlijk altijd. Nee, er zit geen lava onder. Oké, heb jij toevallig een hele goede pickaxe? Want jij bent wel de pro-speler, dus misschien heb je... Ja, ik heb een netherite pickaxe. Een goede. Ja, ik heb ook een netherite pickaxe, maar er zit geen enchantment op. Ja, dat van mij heeft wel een enchantment. Oké. Okay, gewoon de optie niet in de weg. Mag ik hem dan? Oh, ga jij uit doen. Ik dacht dat jij de inrichting wilde doen. Oh ja, nee, maar jij mag het ook wel doen hier. Kijk eens aan. Ja, jij had een inrichting die een beetje, zeg maar, lekker cozy was, zei. Ik ga proberen een beetje knusjes maken, dat we toch wel een beetje fijn kunnen zitten hier, dat we niet... Okay. Hier zit nog meer lava onder, blijkbaar toch wel. Oké, daar schrok ik wel even van. Zo, dan maken we dat ook gelijk weer normaal. Hoppa, zit daar nog meer lava onder? Dat is natuurlijk de vraag. Heb jij trouwens ook toevallig wat eten meegenomen? Ja, ik heb een heleboel eten bij, dus dat komt goed. Oké, nice. Oké, er zit echt nog meer lava onder, pro-speler. Ik denk dat deze obsidian ook sowieso handig kan zijn voor bijvoorbeeld als we een keer een nog sterkere baas willen maken. Ja, nee, dat klopt. En wie weet krijgen we Herobrine al een keer goed te pakken. En dan kunnen we inderdaad ook, net zoals je in de bunker had, een cel ervan maken of zo. Ja, precies. Dan kunnen we gevangenis ervan maken. En dan kunnen we... Ja, Herobrine die kan volgens mij wel teleporteren. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor. Ja, dat is ook weer een punt. Maar het is wel natuurlijk super handig. Oké, volgens mij, als we nu hier komen, zit hier nog meer lava. Maar die fixen we zo weer even weg. Let's go. En dan hopen dat daaronder niet nog meer lava zit. Anders blijf ik maar doorgaan. Nee, volgens mij niet. Oké, top. Oké, dit weghakken gaat wel even duren. Maar het is het allemaal waard. En het begint er al goed uit te zien. Ik moet ook zeggen dat aardig snel al best wel groot is geworden door deze lavapoel. Ja, dat ook, ja. Maar liever te groot dan te klein. Ja. En ik hoop echt dat Giel nog gaat reageren. We gaan gewoon elke dag teruglopen naar die sign en kijken of die antwoord heeft gegeven. We kunnen ook nog iets van signs plaatsen op meerdere plekken. Dat de kans groter is dat, dat we een soort van contact met hem kunnen leggen. Ja, dat is een goed punt. Misschien dat we bij mijn oude huis nog kunnen doen. Of zijn er nog andere locaties waar jij en Giel vaak kwamen misschien?
ik weet het allemaal even niet zo. Ja, onze bunker was eigenlijk best wel echt de plek, zeg maar. Ja. Dus dat is een beetje het dingetje. Ik moet ook even echt wat eten, zo, hopzakee, oké. Ga maar gewoon even verder met dit doen. Ja, ik ga nog gauw even wat hout halen. Oké, dan haak ik zeg maar dit weg. Ik heb op dit moment trouwens al 40 obsidian. Hoeveel? 40? Ja, of ja, ik had 40, toch? Ik had ook al in die chest gelegd. Oh nee, 38 hebben we nu. Dus daar kunnen we echt wel wat mee. Daar kunnen we nog best wel een grote gevangenis mee bouwen. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel met Giel gehad. Oh, en er zit hier nog meer lava onder. Oké, dat gaan we ook even allemaal dadelijk wegdoen. Zo, hopzakee. Ik hoop dat er niet nog meer te veel lava onder zit. Zit hier ook nog lava onder? Even kijken. Oké, kijk jongens, we hebben nu al best wel aardig wat obsidian. Dit gaat echt helemaal goed komen. En ik ben ook wel even benieuwd. Ik ga daar gelijk even een netherportaal maken. En kijken of ik toevallig weer bij die portaal uitkomt. Of ja, bij die deur van die portaal. Want ja, de vorige keer zijn we er ook via een netherportaal gekomen. Dus misschien werkt het wel. Ik heb geen idee. Meestal werkt het niet. Volgens mij kom je meestal niet naar dezelfde plek in de nether. Maar het portaal naar Herobrine's wereld moet wel ergens in de nether zijn. En ik weet dat de portaal van Herobrine kapot is. Maar als we hier nou een netherportaal zouden kunnen maken, dan kunnen we wel aardig snel de hele tijd checken of de portaal misschien alweer gefixt is. Oké, dat is de drie plekken waar lava zit. Maar dat blussen we zo op deze manier. Let's go. En zo, ik ben weer terug met wat hout. Heb jij wat meer hout? Nou, helemaal toppie. Oké, even kijken. En ik heb er ongelooflijk veel ongelooflijk veel obsidian. Ja, ik geloof het goed. Het is ook bijna allemaal al weg. Ja, en ik was net toen jij weg had, had ik een leuk plannetje bedacht. Dat we hier gelijk een netherportaal maken. En als die dan toevallig uitkomt bij de portaal van de Herobrine wereld, dan kunnen we altijd via die portaal even checken of Herobrine's wereld weer gefixt is. Maar nu dat is ook een goeie, ja. Denk ik me ook weer prospelen. En dan kan Herobrine ook misschien heel makkelijk deze bunker vinden. Oeh. Oh, misschien is dat toch niet zo slim. Ik weet het niet. Het is ook zo moeilijk. We weten niet wat hij allemaal kan. Nee, dat is waar. Wat gaan we hiervan maken trouwens? Ik heb echt heel veel obsidian. We kunnen hier ook een soort van gevangenis alvast van maken. Dat zou ook kunnen. Ik heb... het is lastig. Het is erg lastig. Of we kunnen hier een obsidian muur bouwen, maar misschien valt het dan weer te veel op. Nou ja, laten we die obsidian maar tot nu toe opslaan. We hebben letterlijk 61 obsidian. Maar misschien weten de kijkers ook nog of... ja, als jullie iets weten... Of iets missen. Ja, precies. Als jullie iets weten wat we kunnen doen met de obsidian, laat het ons weten in de reacties hier beneden. Pro-speler, wij gaan nog even lekker verder met hier bouwen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu bij Giel gaat in Herobrine's wereld. Wil je dat nou zien? Klik dan snel op deze video. Hoe het met Giel dus gaat. Is die veilig? Hoe ziet Herobrine's wereld er überhaupt uit? Je ziet het in Giel's video. En misschien heeft hij ook wel antwoorden op dat huis die we hebben gevonden. Want ik snap er helemaal niks van. Klik snel op deze video als je wilt zien hoe het met Giel gaat in Herobrine's wereld. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.